VVSB in het paas speelt de eerste thuiswedstrijd onder de nieuwe trainer Jack Honsbeek. En komt in de eerste helft op 1-0 door Sven Verlaan. De verdediger, vervanger van de geschorste Jelmer Veilbrief, kot raak. Verlaan pas voor de tweede keer dit seizoen in de basis. Nadat hij rood kreeg in de openingswedstrijd tegen de Dijk, werd hij geschorst. Daarna mocht hij nog twee keer invallen. Dit is een fout van Guts. El Osruti is weg. Werkman en doelman Danes lopen elkaar in de weg. En VVSB staat op 2-0. El Osruti de doelpuntenmaker. En er gaat wel heel veel fout achterin bij HHC Hardenberg. Dat niet al te beste herinneringen overhield aan het eerste seizoen waarin het VVSB trof in de competitie. Vorig jaar werd het in Noordwijk-Rout 1-0. In Hardenberg 0-0. Dit is een goede bal van weer Verlaan. En de kopbal van Niel. En dan is het 3-0 nog voor rust. Goede paas van Verlaan. Die solliciteert naar een basisplaats. Naar een verlengde basisplaats. Een doelpunt en een assist. Ruststand 3-0. En dan moet HHC iets in de tweede helft. Dit is Metai, de Albanees. En die vindt Koos Werkman. En dat is toch wel een opmerkelijke centrale verdediger. Want die kopt hier al zijn vijfde treffer van het seizoen binnen. De actie van Metai is goed. En Werkman, dat is gewoon een goede kopper. Ook aanvallend. En zou het dan toch nog, het is in competitieverband de eerste treffer die HHC ooit maakt tegen VVSB. Maar eerst van nul en geen allerlei waarde, want hier is Osruti weg. Danes, hij heeft de bal, is hem kwijt. El Osruti nog een keer en dan is het 4-1 en is het klaar. En gaat VVSB ook de tweede wedstrijd onder Jack Honsbeek winnen. Vorige week was het al 1-0 uit tegen de treffers. En nu een goede 4-1 voorsprong tegen HHC Hardenberg. Dat zevende stond tegen VVSB 12e. Het leed voor HHC wordt nog een beetje verzacht. Omdat Van der Leij mag binnenkoppen naar de hoekschop van Glenn Kobussen. Maar de eindstand in Noordwijkerhout is 4-2. Het Honsbeek-effect is optimaal op de Boekhorst.